zal u gaan verkondigen hoe ik door het sletters wiel. Ten kost verdien voor vrouw en kind schoon blootgesteld aan weer en weer. Ter lierelom, ter la, van links om rechts om draait mijn steen. Het is wel aardig, goede morgen overigens, als eerste. Maar de meeste Oosterhouders kennen hem wel, de Slobbosse toren aan de Kasteeldreef. Ooit was deze ruïne onderdeel van het kasteel van Strijen. En ik wil u even in vogelvlucht meenemen over de geschiedenis van dit kasteel. En dat er in haar glorietijd imposant moet hebben uitgezien. En ik zei net tegen Kok al, misschien kan jij het beter vertellen, want jij hoeft dat niet van papier te doen. Maar zoals ik ben expres geen wethouder geworden. Dus. Maar het was ooit een van de belangrijkste burchten op de grens van het Hollandse en Brabantse grondgebied. Kasteel Strijen was een waterkasteel bestaande uit een vierkante burcht met daarnaast een voorburcht omringd door een gracht. Het kasteel is gesticht in 1289 door Willem II van Strijen, een edelman uit Holland. In 1324 werd het kasteel in erfpacht gegeven aan de Willem van Duvenvoorde. Van Duvenvoorde liet het kasteel vervolgens moderniseren en mogelijk ook uitbreiden. En later raakte het kasteel betrokken bij de Hoekse en Kabeljauwse twisten. In 1393 werd het kasteel door de Kabeljauwen belegerd en ingenomen, waarna het leeg geroofd en in brand gestoken werd. Het kasteel kwam via huwelijk in handen van het geslacht van Nassau. Omdat het huis niet als residentie werd gebruikt, raakte het reeds in de 16e eeuw in verval. Aan het begin van de 80-jarige oorlog kwam het kasteel in handen van de Spanjaarden. Totdat het in 1573 door Willem van Oranje heroverd werd. En hierop werd de Spanjaarden belegerd en deze keer werd het door kanonvuur definitief. Helaas zijn er geen afbeeldingen van het middeleeuwse bouwwerk in ongeschonden staat overgebleven. Wat resteert zijn de puzzelstukken die op deze tentoonstelling te zien zijn, vondsten die archeologen hebben gedaan en afbeeldingen van de ruïne. Deze laatste zijn ook gebruikt door de leerlingen van de examenklasse tekenen van het Monsieur Frenkel College. Zij ontwierpen de prachtige banners aan de wand die ter gelegenheid van Open Monumentendag 2013 macht en pracht rondom de ruïne van Strijen hebben gehangen. En veel van de vondsten zijn aardewerken, objecten die in de keuken en aan tafel gebruikt werden. Daarom is het toepasselijk dat we hier ter gelegenheid van de tentoonstelling wat echte middeleeuwse hapjes kunnen proberen. Daar moesten we zojuist op wachten, wel in een wat afgeslankte vorm, want het is tenslotte vaste tijd. Dus ik wil u graag uitnodigen om met mij, tenminste gaan we even de tentoonstelling openen. Ook gelijk een hap. Ik hoop dat ik u toch een stukje mee heb kunnen nemen in de vroegere geschiedenis van onze Slobbosse toren. Dank u wel. En dan kwam klaar, ik zeg, nou dat past er echt goed in. Ja. Dat was heel mooi. Ja. Ja, dat
komen nog mooie stukjes. Er komen nog mooie stukjes. En het eten daar met de stoppels. Nee, nee. September met open monumenten daar. Alleen kan ik een tijd voor dat ik wel moet gebruiken. Het is geslaagd. Ik zou het wel een café. Ja, combineren. Ja. Ik kreeg een mooi filmpje van je. Oh ja. Vanmorgen en weer een film. Oh ja, heb je iemand binnen? Ik heb ook. Ja, ja. Nou ja, zo. Ik hoorde dat je hier ook al wat gaat doen voor het museum. Early.